John van der Brom, 1-1 in de laatste minuut eigenlijk van de wedstrijd. Wat was jouw reactie? Hoe reageerde je toen die 1-1 binnenviel? Onnodig. Teleurstellend, omdat je hebt een wedstrijd hier, dat wisten we, dat een moeilijke wedstrijd is. Omdat de Graafschap gewoon een goed voetballend elftal is, die opportunistisch speelt, geholpen wordt door het publiek. Het zijn allemaal dingen waar we die jongens in hebben voorbereid. Als je ziet wat wij daar tegenover hebben gesteld qua voetbal, denk ik dat we het gewoon hartstikke goed hebben gedaan. Alleen, en dat is altijd in het voetbal, je moet het op het eind zien in het resultaat. En ja, dat is zo teleurstellend en onnodig. Dat geeft eigenlijk niks weg. Daarom. En je hebt de controle, je speelt goed. En dan wil je en dan hoop je dat je... Of hoop, het is niet eens hoop. Het was normaal als je hier gewoon 0-1 had gewonnen. En dan sta je hier anders. En dan heb je gedaan wat je moet doen. En het zijn 6 finales, heb ik gezegd. Nou, 1 is er weg. En dat zullen allemaal dit soort wedstrijden worden. Nou, daar moeten we dan toch weer beter en anders mee omgaan. Om een voorsprong, hebben we vorige week bij Vitesse gezien. Ja, maar toch gebeurt het vaak dat de voorsprong wordt weggegeven. Je staat daar 0-2 voor, je komt hier met 0-1 voor. En ja, dat is zo zonde dat je het dan niet uiteindelijk afmaakt. En... Maar wat is het dan, dat het dan wordt weggegeven? Nou ja, dit is natuurlijk ook weer gewoon een goal weggeven. Dat is niet als we nou heel veel kansen hebben en het is verdiend en het is de verwachting dat ze een goal maken. Oké, dan kun je misschien nog wat meer mee leven dan dit soort momenten. Want dit was niet eens een kans. Maar uiteindelijk... Dat neem je team verder ook niet kwalijk. Ik bedoel, je kan zeggen, dat moet kort erop worden gezeten op zo'n moment. Nee, er moet kort erop gezeten. De vraag is of Marco, hoe die daaruit ziet natuurlijk. Ja, dat zijn allemaal dingen die je nu... Zo net naar de wedstrijd meeneemt. Ik krijg hem net heel snel te zien bij jullie collega's. Ja, dan kun je er wel over discussiëren. Wordt die bal goed weggewerkt? Moet Panta hem niet naar de zijkant? Moet hij hem niet naar voren? Ja, het zijn allemaal... Nu praat je echt over hele kleine details van waardoor je nu zo staat hier. Ja, maar dat had allemaal kunnen voorkomen kunnen worden. Niet voor kunnen, vooral moeten. En dat is jammer. De conclusie blijft in ieder geval onnodig. Ja. Even als laatste, want dat was natuurlijk wel even schrikken, Kelvin Stengs... Komt daar ongelukkig in aanraking met een speler van de Graafschap. Eigenlijk hij glijdt een soort van uit bij het verdedigen. Maar hoe is het nu met hem? Nee, dat is niks. Okay. Dat is niks. Dat heeft niks met zijn... Dat is natuurlijk even schrikken, omdat je natuurlijk de geschiedenis kent van Stengs. Blijven. Zolang Kelvin op het veld blijft liggen, dan slaat wel bij iedereen de schrik. Maar gelukkig kregen we gelijk al van Mart de fysio door in het oortje van Doc. Dat het niks was en dat hij eigenlijk alleen maar kramp had. Dus dat is goed. Wat ermee. Ja. Dankjewel, John. Okay.